Zelf je huis bouwen, dat is voor Suzanne Rietveld altijd een droom geweest. Gaat die droom uitkomen voor haar, haar man en vier kinderen op de Zaanse eilanden in Zaanstad? Dat is de vraag. Eerst maar eens even goed oriënteren op de zelfbouwmarkt op Zeeburger Eiland. Ja, onze droom is om zelf te bouwen, om ons eigen huis te ontwerpen en, of te laten ontwerpen en dan in het proces daarin helemaal mee te gaan. En dus echt een huis te hebben uiteindelijk helemaal in je eigen smaak. Ik hoop dat het huis echt een Suzanne-huis wordt, om het zo maar te zeggen. Nee, Suzanne en Bijen. Ja, oké. Okay. In Hoofddorp. Daar is een groep ouderen zelf een appartementencomplex genaamd Aquaradius aan het bouwen. Met 57 appartementen. Nou ja, wij hebben nagedacht over de toekomst. En ja, de regering wil natuurlijk hoe langer hoe meer dat je zoveel mogelijk mobiel blijft zelf. En dit project is zo uniek, je kan hier veel langer blijven wonen. Aje Kampen is een van de initiatiefnemers. Hoe is hij te werk gegaan? We hebben met 70 mensen gesproken om te vragen hoe zouden zij willen wonen. En ja, dat verwerk je langzaam maar zeker met je architect in een plan. Wat voor wensen moet ik dan denken? Grote balkons, ruime entree, bredere galerijen, levensloopgeschikt wonen. Hè, dat je niet op latere leeftijd nog eens een keer weer moet verhuizen. Van binnen kun je je huis inrichten zoals je dat wilt. Met alle gemakken die voor hogere leeftijden plezierig zijn. Zoals automatische deuropeningen en dat soort zaken. Om het wonen comfortabel te maken op hogere leeftijd. Soms mensen denken toch, wordt het dan stiekem een soort commune straks? Nee, daar gaan we niet vanuit. Ieder woont in zijn eigen huis. Dat maar ik denk dat met elkaar beslissingen genomen zullen blijven worden. Ja, democratie. Ja. Nee, elke zaterdag hebben we de bouwketen geopend voor belangstellenden. Maar het punt is dat al die kopers die komen hier naartoe. Dus het is een hangoudere plek aan het worden. Ja. In september 2012 is Martijn Haak samen met drie anderen door de gemeente Alkmaar gevraagd om een collectief te vormen voor zelfbouw. Twee jaar later is de bouw van dit eerste zogenaamde CPO-project in Alkmaar al een heel eind op streek. Martijn, waarom hebben jullie gereageerd? Ja, waarom niet? Mijn vriendin en ik zijn allebei bouwkundig. En het eerste waar je het op die opleiding over hebt is je eigen huis bouwen. En dit was de kans. Ik woon hier echt zeg maar mijn hele leven in Oudorp. En we hebben gezocht naar woningen hier in de omgeving. Ze zijn allemaal best prijzig. En toen kwam CPO ons pad op. Zo was de mogelijkheid om dus een eengezinswoning te kunnen gaan bewonen. Voor een redelijke prijs met zelfbouw. Waar je dus ook gewoon zelf inspraak hebt en dat was helemaal ideaal. Met z'n allen doe je dit. Hoe ben je aan die groep gekomen? Ja, door werving samen met de gemeente. We hebben een wervingsplan opgesteld met de gemeente. Nou, toen zat het klaslokaaltje op dit terrein waar de oude school stond. Dat stond helemaal vol. Daar zijn de overige leden uitgekomen. En toen zat het vol. Is het nou eigenlijk betaalbaar om dit te doen? Want veel mensen denken altijd zelfbouw dat het duur is. Het is voor ons heel erg betaalbaar. En de gemeente van Alkmaar heeft ook ons heel goed geholpen. Dus het is echt het is voordelig eigenlijk, moeten we zeggen. Ja, het is goed te doen. Is er iets wat al deze mensen bindt? Iets kenmerkt? Oeh, dat is een lastige. Ja, we zijn allemaal jong. De jongste is 22 en de oudste is 33. Er zit allemaal drijfkracht achter, iedereen die wil. Het is voor iedereen zijn eerste koopwoning. Iedereen die heeft wat in te brengen. In de Zwaag, gemeente Horen, zijn in 2011 in CPO, dus door een groep, 6 2 onder één kapwoningen opgeleverd. Hoe is het nu, bijna 3 jaar later, met het collectief en hoe kijken ze terug op het proces? Ik woon hier met mijn vriendin. We wonen hier sinds augustus 2012 en we wonen hier met heel veel plezier. Het is zeker aantrekkelijk om zelf te bouwen, maar dat betekent niet dat je meteen een goudmijn hebt geslagen. Want het hele traject heeft bij elkaar zo'n 3 jaar tot oplevering geduurd. Dus ja, dat houdt ook gewoon in dat je heel veel eigen tijd erin in kwijt bent. Ja, daar staat natuurlijk wel wat tegenover, want je hebt ten eerste iets wat je heel graag wil en je hebt de kosten zelf in de hand. Er zit geen projectontwikkelaar tussen en je kan alles collectief doen. Nou, dat is al een heel groot voordeel.
Nou, we zijn gedurende het traject geholpen met name door de gemeente. De provincie heeft ook steentje bijgedragen, eigenlijk min of meer via de gemeente. Met de nodige vergunningen, et cetera, en bestemmingsplannen die gewijzigd moesten worden. De gouden tip voor toekomstige zelfbouwers zou ik zien als voornamelijk met elkaar. Wees open en eerlijk in zaken en daar bereik je eigenlijk het meeste mee.